Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Legend Arceus Quest Battle met Sander van Gaming SB. That's me. Dat is jouw zin. Yo, Gastly is ook poison natuurlijk. Dat is wel gunstig voor coverage. Dat klopt zeker. Ja, je kan best wel lekker switchen zeg maar, als je denkt van oh, even deze Pokémon gebruiken, dan even die Pokémon gebruiken. Ja. Oeh, wacht, hier heb je zo'n box, dan kan ik mijn items dropping. Oh, even ik kijken. Pak hem van achter. Een echte vriend komt van achter. Nou. Zal ik je eens wat vertellen? Valt best wel mee. Valt best wel mee. God at night. Dat doen we denken aan die SpongeBob aflevering. I'm doing the dishes at night. At night. Ik ken hem. Alleen dan doet hij dat met alles, zeg maar, zo'n beetje. Ik hoop eigenlijk stiekem dat ik een shiny Eevee tegenkom. Als dat een Eevee outbreak is, ga ik dat sowieso proberen. Want shiny Sylveon is echt vet. Dat is blauw, toch? Ja. Ja. Ja, die is wel goed. Dat is wel het mooi. Kan zomaar zijn dat ik shiny Sylveon nog niet eens heb. Ah, oh, kut. Het moet overdag zijn om Shinx er tegen te komen. Oh, ik dacht... echt? Heb je die echt? Oh, dat verbaast me. Volgens mij. Nee, volgens mij heb ik alleen Espeon... En één andere. Maar dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Ik heb op official a team of six. Ja, jij bent goed bezig. Ik heb er pas drie. Ja. Jij bent maar jij hebt ook wat lastiger. Want heel veel ground is ook rock. En dat is een beetje heel nadelig voor je. Klopt, klopt. Maar dat is niet erg. Weet je, het mag ook een keer gewoon moeilijk voor mij zijn. Waardoor... Het wat minder... Ja. Het klinkt heel erg arrogant nu. Zo bedoel ik het niet. Dat het... Jij hebt ook al een aantal keer heel veel voordeel gehad. Dat klopt. Ik heb veel voordeel gehad. Maar ik bedoelde eigenlijk van dat ik niet zo snel zo ver voorloop, zeg maar. Nee, dat... Ja. Sterker nog, ik loop helemaal niet voor. Ik loop gewoon achter. Want jij bent al in de volgende landje en daar ben ik nog steeds niet. True. Ik hoop er wel deze aflevering te komen, als ik eerlijk ben. Denk je dat, hoe ver ben je? Want je had Cleavor al wel verslagen, toch? Ja, ik moet gewoon level 2 worden. Oh, dat maar dat lukt je wel. Sorry, ik kon even Abra evolven, dus ik was eventjes helemaal... Oh, dat snap eindelijk ik. Een move! Eindelijk, mijn Abra kan iets. Nou ja, dan is het geen Abra meer, maar... Ik heb een Pokémon die iets kan. Yeah, dat is altijd al leuk. Ja, op zich. Hoe evolueert Scyther ook weer in Cleavor? Oh, dat is een goede vraag. Dat weet ik echt niet meer. Ik vind even hij moet zo een van die items hebben. Alleen ik weet niet hoe je die items krijgt. Ja, je had twee nieuwe items en hij moest één van die twee. Ja, één van de twee moet een Pete blok hebben, geloof ik. Nee, dat is Ursaluna. Ursaluna, ja, dan moet je die andere dus. Nou, ik weet even niet meer wat dat was. Maar nu is het wel nacht. Ik hou eigenlijk helemaal niet van nacht. Ik hou ook niet van nacht. Ondanks dat ik daardoor wel een dingetje gevonden heb. Hoe heet het? Een. Het gaat echt van de hak op de tak. Wat is daar aan de hand, Sander? Een dingetje. Wat bedoel. Oh ja, een Gastly. Ondanks dat ik wel een Gastly s'nachts heb gevonden, maar... Ja. Toch, ja, I do not... Je natuurlijk Bidoo gevangen, Bidoo. Liking the acting. Ja, Bidoo heb ik ook gevangen. Je was gisteren aan het editen in die aflevering. Ah, oh, en dan loop je al aardig bij. Met zeker, ik heb vannacht hem even laten draaien, zeg maar. En heb ik weer 9 video's laten renderen, dus... Kijk. Ja, want voor ons is gisteren de aflevering... Laatste aflevering online gekomen van Black and White, toch? Ik heb trouwens wel na zitten denken. En misschien is dat niet handig omdat we net begonnen zijn. Maar om aan de volgende serie. Als je hierna nog een serie met mij wil doen. Oh. Ik ben wel benieuwd nu. Ja? Ik zal het gewoon zeggen in aflevering. We kunnen tegen die tijd een Scarlet and Violet Avatar Lock doen. Dat zal ziek. Daar ben ik wel voor. Dat is fijn. Want daar ben ik ook. Nou, dat is mooi. Oh, wacht. Ik heb nog steeds niet...
kut, ik had moeten kijken of ik genoeg punten had. Oh, waarschijnlijk niet. Waarom struggle ik zo? Dit is echt kut. Nee, struggle is niet hetzelfde als kut. Je hebt een zit struggle in deze game? Denk het wel. Het gebeurt natuurlijk niet zo vaak, omdat nee. Je... ja. Je vangt heel makkelijk nieuwe Pokémon, dus ja. Je komt het niet zo snel tegen, maar ook... Je healt vrij makkelijk. Je hebt niet... Hele dingetjes dat je niet hield. Dan nee, dat klopt. Ben je niet zo snel. Ja. Dat klopt. Naar zeker. De tering gaat. En naar verder. De tering. Dat is wel een Engels leenwoord. Dat klopt, ja. Niet zo vriendelijk leenwoord, maar het is wel een Engels leenwoord. Nee, dat klopt. Dat mogen we eigenlijk helemaal niet zeggen. Oh. Wauw, ik ben zo'n flapdrol. Ik heb al die weird hier. Flapping drol? Je hebt Ja. Oh! Jij wil ook vergeten. Ik ben ook een flap drawing. Ik doe mijn deur dicht. Oh, yo, hout? What the frick? I never heard of hout before. Dat is niet waar. You can burn out. Oh, dit zijn Candace. Nog wat is en nog wat is. Ja, die bitch. Ja, die bitch. Uit de welbekende bitch TikTok. Ja. Clover, ik noemde gewoon Candace, want daar lijkt ze op. Moeten we nu battling? Je moet battling. Toxicroak, die zou ik ook mogen. Ik mag best wel veel. Poison is best common. Meestal is dat... Dat klopt, ja. In de meeste games valt dat wel ja, tegen, nice. Toch? Ja, in Gen 1 is poison ook best wel common, maar... Poison is... Nee, poison is eigenlijk altijd wel common, hoor. Alleen valt het niet zo op, omdat... Omdat je gewoon niet zo heel snel voor poison kiest. Nee, oké, misschien is dat het. Er zijn gewoon heel veel Pokémon, zeg maar. Als secondary type waarschijnlijk. Nou, ook dat. Maar er zijn gewoon heel veel, niet zo veel zeggende poison Pokémon, zeg maar. Zoals Arbok. Alwel, Arbok ja, is nog Arbok, wel redelijk Ja, maar Arbok natuurlijk. Wordt niet zo heel snel gebruikt, zeg maar. Nee. Tenminste, niet dat ik weet. Nee, en je hebt natuurlijk heel... Je hebt in dingetje en dingetje. Oh ja, duidelijk. Oh, ik nee, mis nog 10 hebt, punten, Sander. Dit is echt niet normaal. Je hebt in Red en Blue... Oh, dat is wel echt heel kut. In Red en Blue heb je natuurlijk heel veel grass-types die ook meteen poison-types zijn. Zoals Gloom. Venusaur zelf. Nou ja, zo heb je nogal meer. Ja. Klopt. En ja, weet je, kijk. Gengar is natuurlijk een Pokémon die waar je snel aan denkt bij poison. Zeg maar een goede, vette Pokémon. Drapion. Ja. Drapion. Maar verder, ja. Ah ja, en mijn favoriete poison Pokémon is Toxtricity. Oh ja. Ik ben wel Toxtricity fan. Die staat wel in mijn top 5. Mijn katten maken elkaar af, heb ik het idee. Jezus. Ik denk dat ik zo even een kijkje moet gaan nemen. Dit klinkt niet heel best. Ik sta toch voor, dus... Ja, precies. Ja, maken jullie elkaar niet af? Zie, dit is positief. Shiny Eevee? Nee, nee. Dan had ik nog harder zie geroepen. Nee, mijn Eevee evolueert. Oh. Nou, dan ga je dus kijken, hè. En dan ineens doen ze Pushleaf tegen elkaar. Ah, snap je? Pushleaf. Ah, je bent zo funny boy. Eigenlijk is het Katerlief, want het zijn katers. Dat maakt niet uit. Of dat is de reden dat ze niet Pushleaf deden zo net. Dat kan ook. Dat kan inderdaad ook, ja. Ja. Yeah. I do be smarting. Ja, do be zeker in smarting. Yep. Oh, trouwens voor de mensen, ik mag gewoon, ik weet niet of we dat nu in de aflevering ook gezegd hadden, maar ik mag gewoon Stantler vangen, want die wordt normal psychic. Precies.
Net zoals Ferrigarath. Ferrigarathing. Nee, de voorevolutie van Ferrigarath. Giraffarigging. Ja, die. Of als je het omdraait, Giraffarig. Dat is niet helemaal... Ja, ja, ja. Jawel, dat is wel helemaal hoe dat werkt. Dat is wel helemaal hoe dat werkt, ja. Xander, ik ben level 2 in. Je bent level 2, ik ben trotsing op jou. Oh, dat komt natuurlijk omdat je Sylveon hebt. Dat, dan heb je een nieuw Pokémon entry. Oh, dat... maar ik kon hem pas evalueren toen ik al de punten bij elkaar had gesprokkeld. You're eager to calm Earth, Luna, zeker. Huh? Hier, de wall fragment. Komen nu die Unowns? Oh nee, dan moet je al die Unowns gevangen hebben of zo, toch? Maar Sander, jij mag Ursaluna ook, toch? Wordt die geen dark? Dat weet ik niet. Dat zou best wel kunnen. Yep, ik ben wel een beetje jaloers op de typings die jij mag, hoor, als ik heel eerlijk ben. Ja, terwijl ik dacht eerst van, oeh, dat zijn best wel obscure typings, maar dark en poison valt echt heel erg mee. Wacht, ik kan hier ook gewoon een dingetje gebruiken. Oké. Okay. Oh, en ik kan verder balls maken. Ik ben zo blij, jongen. Nu moet ik alleen nog de ingrediënten van verder balls maken. Missions. Ja, die Brick Weasel, die is kut. Is dat hier in de buurt? Nee, dat is niet hier in de buurt. Dat is jammer. Ja, en wat ook... trouwens helpt, is als je natuurlijk veel van die sidequests doet, want dat is ook... Ja, klopt. En ik denk dat jij daar op dit moment beter mee bezig bent dan ik. Make a Pokeshi doll? Oh, ik moet tegen Akari vechten. Akari. Oh, dat is Dawn rip-off. Ja. Ja, nou ik zou zeggen, doe het. Craft. Wood. Hoe krijg ik Wood? Wow, waarom deed hij zoveel damage? Strong style, quick attack! Oh ja, maar die mag je gewoon verliezen, hè? Die heb ik ook verloren, volgens mij. Maar ik wil niet verliezen. Nee, maar... Ja, dat is waar. Nee, nou... I'd like to do some shopping. Ah, ze miste. One loser girl. Ah, dat is jammer. Nu een Pikachu. Oké. Nou, dan gaan we kijken wat nog meer. Soms vind ik het... waarom? Game, werk nou even mee. Nee. Hij werkt niet mee. Nee, dat klopt. Get it, the wisp. Found, get it in every corner. Oké. Dat gaan we niet doen. Try to sweeten. Show us Celia. Dat moet wel te doen zijn, denk ik haast. Ik weet niet of je hier ook Roselia's kunt vinden eigenlijk. Ja, dat kan zeker. Dat is wel ziek. Heel ziek, King. Ik zit er trouwens even te denken of dat in dat landje is. Volgens mij wel. Ja, volgens mij wel. Ja. Ik weet wel dat je berg. Hier Bonesly's kunt vinden. Oh ja, dan als je Bonesly daar kan vinden, weet ik zeker dat je Roselia daar kan vinden. Unwilling the Wisping? Unwilling the Wisp. Alleen in deze game is het niet per se heel moeilijk om happiness te krijgen, hoor. Ik weet je moet gewoon tegen een paar van die stenen aangooien en dan evolueert je Bidoof. Ah. Nou, dat is wel lief van de tip. Dankjewel. Alsjeblieft. Without getting spotted, lekker voor je Tangela. Ik ben voor het eerst in de Crimson Mirelands. Iron Chunks. Oh, wat ziek. You don't have place in... Your satchel. Dat is sad. Kut. Ja, zeker. Discard. Dit kan wel weg. Boeien. Niemand gebruikt dat. Sky Tumblestone. Kijk, die is wel handig. Neem maar oprecht. Oeh, die... Oh, Space Time. Ja, daar wou ik net over beginnen. Holy shit.
Dat is ja, echt. Bij mij vormt hij echt net. Ik wil echt net zeggen tegen jou. In deze game heb je... Of wordt het straks ook interessant voor die, met die space-time continuums. Ja, want daar... Ik denk dat dat een beetje voor ons de main ding is om Pokémon te evenweren. Aangezien wij nu... Ja, wij die satchels oppakken, dat wordt een beetje lastig voor ons, denk ik. Dat denk ik ook. Oké, Graveler. Oh, Iron Defense. Oh, Graveler, sorry. Ik wou net zeggen. Oh, hij mag twee keer. Ja, nu is Bidoo wel dood. Kind of sad. Ik heb ook gewoon een Dewbot. Die had hem wel aangekund. Dewbot. Aqua Jetting. Okay. Misschien Tangela of Tangrove is dit natuurlijk. Hoe hoog? Level 45. Daar gaan we niet overleven. Nee? Nee. Mijn hoogste is level 22. Heb ik er wel twee van, though, maar... We doen zo'n aqua jet. Yo, dat is van Avatar, toch? Alleen dan jet. Wel een waterbender. Ja. Dat is wel ziek. Jet is op een waterbender. Nee, echt? Nee, is op. Hij oh, is op de... een... Ja, dat wel. Ga ik het risken? Of ga ik healen? Risk it for the biscuit. Ik lust wel graag biscuits. Het werkte, dankjewel. Alsjeblieft. Graveler, ver, is dood. Oh, nu weer zo'n Black Tumblestone die ik niet kwijt kan. Ik had even zo net, toen ik daar was, even wat shit in mijn kist moeten leggen. Oh, ik moet tegen Volvo. Dat bedoel ik. Ik had shit in mijn kist moeten leggen. Dok priep. Oh ja, dit heb je ook nog. Dat is ook wel gunstig natuurlijk. Dat ben ik helemaal vergeten dat dat een ding was. Die grids. Die grids? Ja, waarmee je de stats, de EV's van een stat kunt trainen. Ah, oké. Ik ben het helemaal kwijt. Oh ja, nu begint me wat te dagen. Ja, inderdaad, ja. Ik had die zitten. Ik denk, als ik ze nu opmaak, dan kan ik de Healthy Grain, waarvan ik er drie moet hebben, eentje van oppakken, in ieder geval. Dat is wel heel ziek. Ja, maar dat dacht ik dus ook. Wij zitten zo op één lijn, hè. Als je zo'n lijn hebt, dan zitten wij er samen. Ja. Oeh, een Gible, die kan ik lekker fairy winden. Ah, hij doet eerst een strong style, dan is Sylveon dood, of niet? Nee, niet Sylveon dood. Verdomme. Ik wou zo net healen, maar ik zit nu in battle. Oh, ik heb gewoon Psycho Cut. Omdat jij zeker zo'n Psycho Boy bent. Nou, blijkbaar. Hoe zou ik Psycho kunnen kutten als ik... Nee, maar dat... Als ik een Psycho wil kutten, hoef ik zelf niet een Psycho te zijn, hè? Oh, oké. Okay. Dan moet ik tegen een Psycho. En Carnivine? Pretty Psycho! Of zo als Mew zou zeggen... A fucking Psycho. Ja, dit is alleen leuk als je een dingetje kent. Maar... Ja, goeie. Deze grap gaat over mijn hoofd, hè? Ja, dat is een liedje. Aha. Maar dat liedje moet je wel kennen, anders is de grap niet grappig. Kroagunk? Ah, Noah Kroagunk. Oh, hij is boos. Hierbozing. Alsnog ken ik hem. Dus dat verandert in principe niet. Gibble. Ah, ik moet wel zeggen, ik denk als jij in deze game Steel-type hebt,
dat het dan echt lastig voor je wordt. Ah, je hebt toch Bronzorn. Oh ja, maar dat is best wel laat in de game. Maar ja, we doen natuurlijk drie typings. Nee, dat is in dit landje toch al. Oh nee, dat is ik dacht dat het in die volgende was, maar bij Mount Cornet. Ja, ja, klopt, je hebt gelijk. Curlia is hier ook, of Curlia zeg ik wel, maar ik bedoel Ralts. Ja, Curlia is daar ook, hoor. Jij hebt echt veel keuzes voor mijn gevoel. Ja, voor mijn gevoel ook. Oké, okay, oh ja, ik wou zo net healen. Toen ben ik dan vergeten. Maar nu ben ik het niet vergeten, anders dan noemde ik het niet op, hè. Ja, het is wel zo. Dat is hoe dat werkt. Het is wel hoe dat werkt, inderdaad. Ho. Dit overleef ik niet, denk ik. Oh, ik werd aangevallen door modder. Misschien is zo'n gastrodon. Misschien ook niet. Weet je niet. Nou ja, als ik gewoon had gekeken wel, maar dat deed ik. Maar dat deed je niet. Daar gaat het natuurlijk bevaart. Ik dacht, laat ik zo'n Kroagunk aanvallen. He do be obscuring. Kijk, ik ga Agile style doen. En dan is hij dood. Ik denk, dan mag ik twee keer, maar dat heb ik helemaal niet nodig, joh. Nee. Oh, dat was zo'n Krogunk. Jij bent onze Pokémon Master Sender. Ja, nou, dat merk ik wel weer. Daarom sta ik ook voor. Nee. Ja. Wow. Maar wel waar. Het is wel flauw, dat klopt. Maar ook waar. Water pulsing. Pulsing, the watering. Watering. Oh, hallo, bijna dood. Ja, ik zelf ook trouwens, maar... Zelfs met Agile style mag ik niet twee keer. Niet dat het uitmaakt. En toch als eerst. Grid dust. Nou, volgens mij is dat echt precies een item. Ik heb een rare candy, hoe kom ik daar nou weer aan? Ik heb ook een rare candy, waarschijnlijk krijg je die op een moment. Ben jij al bij die vrouwtjes geweest? Nee, aangezien ik niet weet waar je het over hebt, denk ik niet. De drie vrouwtjes, de Candace en de andere. Oh nee, nee. Hey, weet je wat ik zie? Jij ziet het niet. Ik zie wat jij niet ziet. En het is Roseliaine. Kijk. Daar hou jij van zo'n Roseliaine. Oh, Time Distort. Weet je nog dat ik zo'n Roselia zag? Nu niet meer. De Space Time Distortion is gevormd. Porygon? Vet. Luxio? Oeh, dat wordt wel... Die mag ik! Natuurlijk, Umbreon. Die mag je zeker. Oké, dan moet ik wel ook tegen een Luxio. Wel level 20. Oké, als ik die Luxio... Zal ik die heksen? Heksa die is. De Luxio hex. Hij doet baby door ice. Ja! Oké, Dark Pulse. Oh, mijn guest is wel dood nu. Maar dat maakt niet uit. Ik weet ook niet zo goed wie ik anders moet gebruiken. Duat? Maar Duat is laag health. Help! Ik wil wel, maar ik weet niet hoe. Oh, hij mocht quick attack. Oké. Nu zit ik echt met een probleempje. Ah, oh, ik ben gekild. Oeh. Weet je waardoor? Een wilde pasje Risu. Oh, die heb ik nog niet eens tegengekomen. Oh, ik verlies de Maracani. Nee. Maar die kan ik gewoon oppakken. Ik moet alleen even speedrunning. En moet je niet door anderen je satchel opgepakt laten worden? Kan je dat niet zelf doen? Nee. Wauw, dan wordt echt een hel.
Dan ben ik gewoon een Rare Candy kwijt. Ja, voor ons is het een stuk meer hardcore, zeg maar. Nee. Als we doodgaan. Avoid it! Dat was niet de bedoeling. Nee, hey, dat is wel een Engels leenwoord. Ja, bedoeling. Ja. Yeah. Nu heb ik geen poison powder. Oh, jawel. Oh, bidu. 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 Poison powder. Niet weer cancelen. Oké. Swift. Oh, dat killed. Sad. Ja, die happiness van Bidu, die gaat zo niet echt heel hard. Ja. Ach, geef niks. Komt goed. Komt vanzelf af. Ik had in de Gen 4 games eigenlijk altijd vooral moeite mee. Maar later niet echt of zo. Volgens mij hebben ze het in latere games ook makkelijker gemaakt, of niet? Dat zou goed kunnen, hoor. Dat meen je. Holy damn, ik heb zo'n embryoning. Dat was wel ziek. Oké, even kijken. Ik heb wel wat revives. Oh, die is level 40, maar die kan ik toch helemaal niet verslaan. Dat vrees ik dan van niet, nee. Oké, ik moet... Oh, dat is zo'n nugget. Ik denk, is dat nou zo'n Solossus? Maar die zit niet in deze game, toch? Nou, dat klopt, hè? Dat heb je goed door. Ja, dat was goed. Maar het was zo'n nugget. Oké, oh, zelfs een Luxray, joh. Nu ben ik wel bang. Oh, dit is echt nadelig dat ik niks in, geen satchel places heb. Gebruiken maar, dan kunnen we shit oppakken. Heracross? Wel vet, maar ja, die mag ik niet. Ik ga echt shit moeten weggooien, maar wat? Oh, misschien kan ik crafting? Dat is op zich... Dat is veel slimmer. Kan je crafting, Sander? I can be doing the crafting. Aan zo'n table? Ja, volgens mij wel. De crafting table van Mining the Craftings? Ja, van Mining the Craftings. Of Crafting the Minings, nu weet ik het. Nee, we zeiden het wel goed. Aangezien ik nu deze onzin shit doe... Ja. Zou je me in principe wel in kunnen halen, technisch? Nou... Ik denk dat dat vies tegenvalt. I pressed kinda X to doubt. Ja. Maar leuk dat we het geprobeerd hebben. Ja. Maar, je mag doubten van mij. Oeh, ik zie zo'n tangling. Floatzel? Oh, die heb ik ook gezien, zo'n tangling. Ik word aangevallen. Dan geen Tangela, vuile bitch. Wat is Tangela? Vuile bitch. Inderdaad. Ja, dat zei je net. Ik denk jij bent zo slimpie. Dan... misschien dat het helpt een keer. Nou, kan je zeggen. Dat het hielp. Precies. Dus het was gewoon goede strading. Om op te leiden. Ja, dat werkt gewoon. Red shard. Ik zie zo'n tas met hippo's erop. Hey, die mag ik. Oh. Nice. Ja, of ik moet die weer candy eventjes aan iemand geven. Kan ook wel. Goeie. We do leveled up. Zo. Oh, Castern Fern. Boeit me niet. Wat is dit? Stardust. Oh, daar heb ik ook geen ruimte voor. Nee, dat is fijn. Wow. Ja, doe maar. Oh. Ah, ik ga wel kinda dood. Kinda dood. You don't have place in your satchel.
meen je. Ja, dat is het. Rachel. Ja, die. Niet te verwarren met Rachel. Van die Friends. Rachel. Van Friends. Die ken ik wel. Ja, heb je dat gezien? Ik heb zeker Friends gezien. Vond je het leuk? Ja, ik heb leukere sitcoms gezien, maar ik vond hem wel leuk. Ik vond hem ook wel leuk. Sommige mensen vinden namelijk ook juist helemaal niks. Ja? Oh, dat heb ik nog niet zo vaak tegengekomen. Nee, ik ook niet zo heel vaak, maar ik... Maar ik ben wel eens iemand tegengekomen die het helemaal niks vond. Yo, Eevee? Maar ik heb wel zo'n Umbreon, dus ik hoef wel helemaal geen Eevee meer, joh. Ja, een Silver Eevee. Ja, oké. Okay. Ja, die wil ik wel. Die heb ik één keer gefilmd, daarna nooit meer tegengekomen. Maar jij mag ook Espeon, hè? Dus je kan alsnog een Eevee. Dat is waar. Holy damn. Dat was ik helemaal vergeten. Sander, ze noemen mij zo'n Slimpy. Ja, dus en ik snap nu waarom. Alleen ik noem mezelf zo'n Slimpy, maar dat maakt niet uit. Oh. Oké, waar was die Eevee-ing? Dat zijn Heracross en Luxray. Ook wel coole Pokémon-ings, maar... Ik moet wel zeggen, Sander... De game begint me wel steeds... in het begin had ik echt van... Oh, deze serie wordt echt vermoeiend. Alleen het begint wel steeds leuker te worden, zeg maar. Pew. In het begin vond ik erg pittig, moet ik zeggen, hoor. Dat ik even dacht van... Ja, maar ik denk dat het ook een beetje komt door jouw typings. Mm-hmm. Cricketalling? Die, nou, dat was niet Cricketop, maar ik heb Cricketune ook gefilmd, hè. Maar, nou, niet echt gefilmd. Toen heb ik niet opgeslagen. Oeh. Dat was wel pijnlijk. Dat is op zich wel een fail, helaas. Ja, dat zullen wij de aflevering beëindigen? Dat mag. Dat was fijn. Zullen we dat doen dan? Ja, doe maar. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond jij dit een leuke aflevering? Doe dan een duimpje omhoog. En dan zie ik graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos. Joejoe.